passie voor muziek is vanuit huis begonnen. Ik heb heel veel muziek gedraaid, geluisterd. Maar niet dat mijn ouders echt muzici zijn, zeg maar. Er stond een hele slechte piano thuis. Die staat er nog steeds, overigens. Op een gegeven moment word je daar toch dan ontstaat er een interesse. Of je drukt een paar toetsen in en er komt geluid uit. En je drukt de andere toets in en er komt ander geluid uit. Dat is voor een kind natuurlijk best wel een spannend en bijzonder proces. En op een gegeven moment ben ik natuurlijk wel iets gestructureerder gaan werken op de muziekschool. Een hele fijne leraar, Frank Jansen, die me iets gestructureerder kennis heeft laten maken met improviseren, met akkoorden en waar die vandaan komen en wat je daarop eventueel kan spelen. En, zodat het iets inzichtelijker werd allemaal. De jazz is voor mij, en ik denk misschien voor veel mensen wel, is natuurlijk muziek waarin improvisatie belangrijk is. En ik vond het leuk om iets te maken wat op dat moment ontstaat. En dan is jazz natuurlijk een ideale vorm van muziek, omdat daar gaat het vaak over. Nou, ik geef les hier in Amsterdam op het conservatorium met enorm veel plezier. Het is gewoon toch weer een andere generatie. En ze luisteren weer naar andere muziek dan waar ik naar luister. Dus zo blijf je op de hoogte wat er allemaal gebeurt. En doordat je dat weer luistert, dan ga je zelf weer andere dingen luisteren. Dus ik denk zeker ook dat het een inspiratiebron is op vele niveaus. Ja, ik vind het heel leuk om de mensen te begeleiden. Om dichter bij zichzelf te komen. En de muziek die ze graag willen maken. Ik zie wel een tendens dat iedereen enorm goed kan spelen. Ambachtelijk. Wat ik wel zie is ook dat het niet automatisch gevolg is dat als je vier allemaal heel goed spelende muzici bij elkaar zet, dat dat fantastische muziek oplevert. En daar vind ik dat de jonge generatie zich af en toe wel iets bewuster van zou mogen zijn. Ik speel vrij in veel internationale gezelschappen, maar het heeft niet zozeer te maken met dat ik nou op zoek ben naar internationale gezelschappen. Maar je visie voor jezelf steeds duidelijker van, nou dat vind ik echt prachtig en wauw, zo is het, dat wil ik ook graag doen. Dus je gaat ook mensen opzoeken waar je die specifieke eigenschappen die je zo mooi vindt in herkent. En de kans is ook groot dat zij dat bij jou herkennen. Dus zo is het eigenlijk heel steeds makkelijker voor mij in elk geval om de mensen te vinden waar ik graag mee speel. Mijn persoonlijke missie, als het ware, is om steeds dichter bij mezelf te komen als muzikus. En ook nog steeds beter in het moment te kunnen zijn. Dus ik merk ook echt eigenlijk dat ik mijn muzici waar ik graag mee speel, daarop uitkies. Niet zo van dat ze heel goed kunnen spelen, maar dat ze heel goed kunnen focussen op het moment. Ik vind het gewoon heel mooi om steeds verder op zoek te gaan naar wat je wil. Vertellen als muzikant, ook als mens. Dus dat het iets meer de visie, waar sta je voor, in plaats van dat je heel erg ambachtelijk goed iets kan doen. Ik vind het wel belangrijk om op mijn gemak voelen, om tot de kern te kunnen komen.